tegen Fortuna. Kijk dan Hendricks. Lange bal. Moshiri onderdoor. Goed draaien en de goal. Nee, net niet. Nog aangeraakt onderweg. Een geweldige ingreep die nodig was van Castromontes. Moshiri die schatte die lange bal van Zaïkov compleet verkeerd in. En dan Nian die het heel snel en heel koelbloedig wil doen. Draaien, schieten. Maar Castromontes die glijdt er nog tussen. Beste kans uit de partij. Eerste kans eigenlijk. We hebben er 37 minuten op moeten wachten. Diep in de blessuretijd van de eerste helft. Een vrije trap met Luis Garcia achter de bal. Wordt de band dan toch nog gebroken in het absolute slot. Luis Garcia langs de muur in de redding van Penneteau. Het was misschien zelfs de doelhout. Maar de beste mogelijkheid voor de Pandas. Helemaal aan het eind van de eerste helft. Geen al te boeiende eerste helft. En die bal raakt inderdaad de buitenkant van de paal. Castromontes, Lazar zoekt het in het centrum. Dan wilde hij sluw tot bij Okenzie. Luis Garcia met balherovering, de sleep. Dan breed leggen, Toyokawa plaatsen, maar niet hard genoeg. Een poging, gekadreerd. Dat is ook eens leuk. Want dat is nog niet vaak voorgekomen in dit duel. Morioka. Raakt hier voorbij. Ja, knap. De panna bij Castromontes van de Japanner. Dan niet het juiste vervolg. Actie nog niet afgelopen. Osimhen die komt tot een schot. Een heel makkelijke opraper voor Hendrik van Krombrug. Luis Garcia, de sleep, de ruimte gezien en gevonden bij Schouter de Schouterde. Die viseerde de verste hoek. Beste poging uit de partij van Niels Schouterde met die goede linker van hem. En heel veel scheelde dat echt niet. Luis Garcia. 1-2'tje met Schouterde. Komt er net niet helemaal uit. Dit is een goede feins van Osimhen. Osimhen tegen de lijn. Hij krijgt veel ruimte van Mary. De voorzet van Osimhen. Perbet gaat hij het doen. Jeremy Perbet, de killer in de 16. Jawel, Jeremy Perbet. En 0-1 voor Charleroi. Hoe lang staat hij op het veld? Nog geen 10 minuten. Hij doet het de nummer 10. Jeremy Perbet zorgt ervoor dat Charleroi huiswaarts keert met de 3 punten. Met een doelpunt in de blessuretijd. Hij stond nog niet lang op het veld. Maar heeft zijn waarde toch getoond aan Felice Mazzu.